Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel, die helpt. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Goedemorgen, 6 VWO Wiskunde B. Welkom bij Wiskunde met meneer Snel. Vandaag blikken we terug naar hoofdstuk 5 uit boek 2. Ik ga de theorie een beetje herhalen, dingetjes vertellen die ik belangrijk vind en aan het eind misschien zelfs wat sommetjes opgeven. Dus we gaan even kijken naar het bord. Goed, nou, het begint met een stukje voorkennis. Machten en machtfuncties, rekenregels van machten. Dat weten jullie natuurlijk allemaal wel, maar ik denk dat het toch goed is om er nog eventjes naar te kijken. We hebben zeg maar de normale notatie. En we hebben ook de notatie macht van x. Of macht van a, dat kan natuurlijk ook. Hè? Maar we werken even met macht van x. Waarom zijn we zo dol op machten van x? Nou, we zijn dol op machten van x omdat we machten van x makkelijk kunnen differentiëren. Als iets geschreven is als een macht van x, kan je differentiëren met getalletje ervoor, keer x tot de macht en dan exponent eentje minder, weet je wel. Dus, bijvoorbeeld het getal 1. Kan ik dat schrijven als een macht van x? Ja, dat is de meest flauwe. 1 kan je schrijven als x tot de macht 0. En het getal x, kan je dat ook schrijven als een macht van x? X tot de macht 1. X tot de macht 1, oké. Okay. Nou, en dan komen nu de rekenregels uit de onderbouw. Als je had x tot de macht n keer x tot de macht m. Wat was dat dan? X tot de macht n plus m. En als je het niet gelooft, je kan gewoon 2 tot de tweede keer 2 tot de derde opschrijven. Dan weet je dat 2 tot de tweede 2 keer 2 is en 2 tot de derde 2 keer 2 keer 2. En dan is het samen 2 tot de vijfde. Oké, nou dit hebben we ook met gedeeld door. X tot de n-de gedeeld door x tot de m-de. Dan doe je het min elkaar. Dus dan krijg je x tot de macht n min m. Dus ook leuk. En je had ook nog, dan zat er een vermenigvuldiging in. Dan kreeg je x tot de macht n tot de macht m. En dan krijg je x tot de macht m keer n. Hoezo? Omdat het op alfabet moet, hè, bij een vermenigvuldiging. Oké, dit zijn de rekenregels uit de onderbouw. Nou kan je hieruit de rekenregels uit de bovenbouw gewoon afleiden. Want bijvoorbeeld deze rekenregelen, even terzijde. Als je hebt x tot de vijfde gedeeld door x tot de tweede. Wat is dat? X tot de derde. Nou, als ik gewoon heel dom deze rekenregel toepas als ik het andersom opschrijf. Dus ik doe x tot de tweede gedeeld door x tot de vijfde. Wat is dit dan volgens die rekenregel? X tot de min derde. Maar als ik hier de x'en wegstreep, hierboven 2x en onder 2x, dan hou ik over 1 gedeeld door x tot de derde. En dit wordt in het boek gepresenteerd als een nieuwe rekenregel. X tot de min n-de. Of, nee, sorry, ik moet het andersom opschrijven. 1 gedeeld door x tot de n-de is gelijk aan x tot de min n-de. Maar dat volgt gewoon uit deze regel. Ja, dat wist je eigenlijk al. Maar nu is het een regel. Op dezelfde manier kun je uit deze regel ook dingen afleiden. Stel je bijvoorbeeld dat je wil weten wat x tot de macht een half is. Wat is x tot de macht een half? Nou, dan zeg je x tot de macht een half noem ik a. En dan ga ik die half wegwerken met dit regeltje. Ik kan namelijk alles tot de macht 2 doen. Jij bent boven aan het verbouwen. Ze dus gooien af en toe wat afval uit het raam. Je kan beide kanten in het kwadraat doen, toch? Why not? Als dingen gelijk zijn, zijn de kwadraten ook gelijk. Nou, dan krijg je aan de kant van a gewoon a kwadraat. En aan de kant van x krijg je x tot de macht een half tot de macht 2. Dus dan moet je die 2 en die half vermenigvuldigen. Wat is 2 keer een half? 1. Dus dan krijg je x is a kwadraat. Ofwel, als je nu de wortel trekt aan beide kanten, dan krijg je de wortel x is a. Of min wortel x eigenlijk ook, maar dat doen we lekker niet. Dus dat betekent dat x tot de macht een half betekent gewoon wortel x. Wortel x, x tot de macht een half. Ook weer een macht van x. Zie je dat dit allemaal machten van x zijn? Dat is mooi, hè? Het boek doet dat niet zo. Ik wel. Oké. En dan heb je nog twee varianten van die wortel. Je kan namelijk ook een klein stukje naar beneden. Je kan namelijk ook praten over de q-de machtswortel van x. Want als er niks staat, is het de tweede machtswortel van x, hè?
De kude machtswortel van x is x tot de macht 1 kude. En dan kan je in de wortel ook nog een macht van x hebben. En dan krijg je, ja, past net niet helaas. Dan krijg je de kude machtswortel van x tot de p'de. En dat is x tot de macht p kude. En dit zijn vet belangrijke regels. Die ken je natuurlijk allemaal. Maar het is ook goed om ze nog eens te herhalen. Oké. Okay. Nou, er is nog één aanvullende regel. En dat is deze. Als je a keer b tot de macht n hebt, dan moet je ze allebei die n geven. Dus dat wordt a tot de n keer b tot de n. Die valt niet echt in dit rijtje, maar het is wel een belangrijke rekenregel. Oké. Okay. Nou, dat is het eerste deel van de voorkennis. Tweede deel van de voorkennis. Hoi, ik ben net een prachtig verhaal aan het houden hier. Ik ben een filmpje aan het maken voor mijn klas. Dus kan je zo terugkomen? Oké. Okay. Dan. Machtsfuncties, mensen. Machtsfuncties zijn functies van deze vorm. I is ax tot de n. En afhankelijk van wat n is en wat a is, zien deze dingen er anders uit. Dus de varianten die je moet kennen zijn de volgende. Dit is derde klas, hè? A kan groter dan 0 zijn of kleiner dan 0. En n kan oneven zijn. En n kan even zijn. Een even getal is een geheel getal wat deelbaar is door 2. Ja? En een oneven getal is een geheel getal wat niet deelbaar is door 2. Dus als n even is, dan ziet die grafiek er zo uit. En als a negatief is in dat geval, ziet de grafiek er zo uit. Dat is een soort parabool. Misschien is hij wat minder rond, maar het is wel een parabool. Een soort van, niet een echte parabool. En als n oneven is, dan is het zo'n slinger zo. En als a negatief is, dan heb je hetzelfde, maar dan loopt hij zo. En deze dingen zijn belangrijk omdat je ze kan schuiven. Deze punten namelijk, die zijn bijzonder. In dit geval heet het de top. En in dit geval is het natuurlijk niet de top. Hier noemen ze het punt van symmetrie. Hallo, ja. Punt van symmetrie. En zo'n functie kan je dus opschuiven. Je kan zeggen van, weet je, ik wil niet functie met het punt van symmetrie in de oorsprong. Ik wil het ergens anders hebben. Ik wil dit. I is ax min 2 in het kwadraat plus 3. Waar ligt hier het punt van, het is met een n2, dus dit is een top. Waar ligt de top van dit ding? Nou meneer, de top zat in 0,0, maar hij is 3 omhoog gegaan. Dus de y-coördinaat van de top is 3. En hij is 2 verschoven. Is hij 2 naar links of 2 naar rechts gegaan? 2 naar rechts. Hij gaat 2 naar rechts vanwege dat minteken. Heel goed. Dus de top zit bij 2,3. Dus deze dingen kan je opschuiven. Oké? Okay? Basiskennis. Goed. Dan beginnen ze met wortelfuncties. Is er nog te volgen, mensen? Meneer, wilt u een vraag? Ja hoor. Wortelfuncties. Wortelfuncties zijn leuke functies. Die hebben namelijk een hele speciale eigenschap. Een leuke manier om ze te analyseren. Wortelfuncties hebben in dit boek bijvoorbeeld deze vorm. A plus b keer de wortel van cx plus d bijvoorbeeld. En zo'n functie heeft een randpunt. Hij heeft een beginpunt. En dat beginpunt kun je vinden door te kijken wanneer de binnenkant van de wortel 0 is. Dus dan zeg je cx plus d. Weet je wat? We kijken gewoon wanneer het groter dan of gelijk is dan 0. Dus dan krijg je hier d aan de andere kant, delen door c. Dan krijg je dus x is groter dan of gelijk aan min d gedeeld door c. Als c positief is. Als c negatief is, dan klapt het teken om, hè? Want je deelt hier door c. Dus het beginpunt zit bij. Het beginpunt is d min d gedeeld door c in dit geval.
comma A. Hoe weet u dat, meneer? Nou, in het beginpunt is de wortel 0. Dus dan heb je alleen maar die A als uitkomst. En verder moet je kunnen beredeneren welke kant die wortel opgaat. Zo'n wortel kan in principe vier kanten op. Als dit het beginpunt is, dan kan die wortel zo, dan kan die zo, dan kan die zo, of dan kan die zo. Hoe moet je weten welke kant die opgaat? Nou, hij gaat naar beneden als die B negatief is. Dus als B positief is, dan kan die alleen maar omhoog. En als B negatief is, dan gaat hij die kant op. En wat gebeurt er hier dan, meneer? Nou, hij gaat die kant op of die kant op. Dat hangt af van die C. Als die C positief is, dan gaat hij die kant op. En als die C negatief is, dan gaat hij die kant op. Voorbeeld! Dus fx is 2 min 3 keer de wortel van 5x min 10. Ja? Ja, kan je het zo beter zien, Hani? Ik hoop het wel. Oké. Ik zie dat je opeens in de online les bent. Sorry? Oh. Oké. We gaan deze even tekenen. We gaan hem eerst analyseren en dan tekenen. We kunnen dus vinden wat het beginpunt is door te kijken wanneer de binnenkant 0 is. En ik kijk eventjes wanneer het groter dan of gelijk is dan 0. Want de binnenkant van een wortel moet groter dan of gelijk zijn dan 0, toch? Oké. Dus min 10 naar de andere kant, delen door 5, geeft x is groter dan of gelijk aan 2. Hey, dat betekent dus dat ik aan die kant zit, zie je dat? Hij moet groter zijn dan 2. Dus als ik hier het beginpunt heb met x-coördinaat 2 en y-coördinaat 2, weet ik dat hij die kant op moet gaan, omdat hier staat dat x groter is dan 2. Verder zie ik hier een minteken staan. Dat betekent dat ik begin met die 2 en dan trek ik er een getal van af. En dus een wortel zelf is altijd positief. Dus je hebt 2 min een positief getal. Dat betekent dat die wortel zo moet gaan lopen. Nou, dat wil ik even checken door het in mijn rekenmachine in te vullen. Dan weten jullie dat ik geen onzin praat. Dus in de grafische rekenmachine. Even de rekenmachine aan. Zet even die functie erin die ik net op het bord had staan. Jullie kunnen hem niet meer zien, maar ik heb het bord hier gewoon nog wel zichtbaar. Dus ik zeg 2 min 3 keer de wortel van 5x min 10. En die gaan we dan even tekenen op het standaard window. En dan hopelijk lijkt het een beetje op het schetsje wat ik heb gemaakt. Nou, dit ziet er op zich wel goed uit. Het lijkt alleen alsof die hier niet in 2,2 begint. Zie je dat? Het lijkt wel of ik de boel belazer. Maar laat ik gewoon het getal 2 even invullen in de rekenmachine met trace. Dan krijg je dat puntje. Dus dat puntje hoort bij de grafiek. Alleen je rekenmachine is te beroerd om dat deel van de grafiek te tekenen. Zie je dat? En dat komt omdat hij daar heel steil naar beneden loopt. Dus, nou ja, kijk, er zitten iets van 96 pixels of zo op een rijtje. En voor elk pixel rekent hij uit waar de grafiek zit. En het pixel wat het dichtstbijzijnde pixel is van deze aan de linkerkant, daar bestaat de wortel niet meer. Daar is x kleiner dan 2. Dus dit is het eerste x groter dan 2 die hij tekent. En dat randpunt, dat realiseert hij zich niet, dat tekent hij niet. Dus doet hij voor jou het ook, Vera? Oh, wat goed. Nou, en dan volgend jaar hebben we in de vierde klas een andere rekenmachine en die tekent het misschien ook. Maar dat is niet jullie probleem. Wat goed dat hij voor jou het wel doet, Vera. Nee, hij is goedkoper. Want eigenlijk heeft, dat is voor de kijkers niet zo interessant, maar Texas Instruments heeft een soort van, zij hebben jarenlang gelobbyd om dit soort rekenmachines in het onderwijs toe te laten. Je kan prima wiskunde doen zonder grafische rekenmachine. Wel, ik heb wiskunde gehad zonder grafische rekenmachine. Ik ben er niet slechter van geworden. Maar er is een hele invloedrijke lobby geweest die heeft gezegd van, ja, dat moet je doen, dat is leuk voor de kinderen, leuk voor ons geld. En daarom moeten we nu allemaal zo'n grafische rekenmachine gebruiken. Maar de markt moest natuurlijk wel opengesteld worden voor andere fabrikanten, zodat die ook rekenmachines konden leveren. Nou, in de praktijk gebruikt bijna iedereen deze. Maar er zijn een paar andere spelers op de markt die ook die dingen proberen aan te smeren. En onze sectie heeft besloten om een andere te nemen die goedkoper is en die heel anders werkt. Dus ik moet een andere rekenmachine leren, maar dat kan ik wel. En jullie worden niet lastiggevallen, tenzij je 2 keer blijft zitten.
Oh nee, 3 keer blijft zitten, dan heb je een probleem. Maar verder hoeven jullie je geen zorgen te maken. Oké, boeien, we gaan verder. Domein en bereik. Weet je nog wat domein en bereik is? Domein is wat je mag invullen en bereik is wat eruit komt. In dit geval is het domein van F is van 2 tot oneindig. Ja? En het bereik van F, dat is van, wat is het bereik? Minder dan 2. Dus dat noteer je zo. Een pijltje naar links, comma 2, met een rechte haak bij de 2. Het randpunt doet namelijk wel mee. Hè? Het randpunt mag. Dat mag je invullen, dus er hoort bij het domein. En de uitkomst die je dan krijgt, hoort ook bij het bereik. Oké, domein en bereik, bla bla. Grafiek, wortelfunctie tekenen, bla 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 bla. Oké, variabelen vrijmaken. Mensen. Vrijmaken en exact oplossen is hetzelfde. Ik zal het even laten zien. Dit is mijn standaard preek als iemand begint over vrijmaken. Dus dit is exact oplossen. En dit is vrijmaken. Marouane, is alles duidelijk? Oké, hou dan even je mond alsjeblieft. Dus stel je voor dat ik heb 5 is gelijk aan 2 keer... de wortel van 2x plus 1. Ja? En als ik dit exact wil oplossen, wat moet ik dan doen? Nou, dan breng ik die 2 naar de andere kant. Dan staat er 3 is de wortel van 2x plus 1. Dan moet ik van die stomme wortel af. Dat wilde ik hier ook. Maar als ik hier ga kwadrateren, dan gaat mijn wortel niet weg. Hè? Vanwege die keer die en die keer die. Dus je moet eerst de wortel isoleren, dan kwadrateren. Dus dan krijg je 9 is gelijk aan 2x plus 1. Dan breng je die 1 naar de andere kant. Dan staat er 2x is 8. En dan deel je door 2, dan krijg je x is 4. Ja? Dit is exact oplossen. Maar meneer, dit is toch makkelijk? Ja. Maar vrijmaken werkt anders. Dan staat er y is 2 plus de wortel van 2x plus 1. Oh nee meneer, moeilijk. Wat moet ik dan doen? Nou, dan moet je hetzelfde doen als hier. Maar dan staat er in je antwoord voor x nog een y. Oh, dat is eng. Nee, dat is niet eng. Kijk maar. Dus die 2 gaat naar de andere kant. Dan krijg je hier y min 2. Is gelijk aan de wortel van 2x plus 1. Dan moet je het kwadrateren. Dus dan krijg je y min 2 in het kwadraat. Is gelijk aan 2x plus 1. Ofwel... 2x is gelijk aan... Wat is y min 2 in het kwadraat? Zegt niet y kwadraat plus 4? Nee, y kwadraat min 4i. Y kwadraat min 4i plus 4. Min 1, want die 1 heb ik naar de andere kant gebracht. Dus dan is x gelijk aan de helft daarvan. Dus dan krijg je een half y kwadraat. Min 2i plus anderhalf, hè? Oké, nou, nu heb je dus x vrijgemaakt. Maar meneer, waar is dit goed voor? Waarom zouden mensen dit gaan doen als je ook dit kan doen? Nou, het aardige is, dit is een oplossing voor een specifieke waarde van 5. Dit is een oplossing voor alle getallen die hier kunnen staan. Als ik hier die 5 invul, dan krijg ik een half keer 5 kwadraat, dus 12,5. Min 10 is 2,5 plus 1,5 is 4. Dus dit is een oplossingsformule voor dit soort vergelijkingen. Ja? Daarom is vrijmaken interessant. Wat je ook kan doen, als je... Ja, kijk, eigenlijk dus even een extreem voorbeeld. En dan gaan we weer verder. Als ik bijvoorbeeld dit zeg. Als ik zeg, y is ax kwadraat plus bx. Kunnen jullie x vrijmaken? Ja, natuurlijk kunnen jullie x vrijmaken, want dat is de ABC-formule. X is min b plus of min, dat zijn twee mogelijkheden, de wortel van de discriminant. Dus b kwadraat plus 4 keer a keer y. Waarom plus 4, meneer? Nou, die y brengt naar de andere kant, dan wordt het min y. En die min van die min y en de min van de min 4ac heffen elkaar op, gedeeld door 2a. Dus de ABC-formule is gewoon een extreem voorbeeld van vrijmaken. Mooi, hè?
Vrijmaken is exact oplossen met dat er nog letters in staan. Dat is alles. Oké, theorie C, paragraaf 1 is behandeld. Theorie D, wat een lange paragraaf is dit. Gebroken functies en limieten. Oké. Nou, ik zal hem even op de grafische rekenmachine doen. Een voorbeeld van een gebroken functie. Een gebroken functie is niets anders dan een functie met een breuk erin. Dus je krijgt dit. Functie, de grafiek van 1 gedeelde x is dit. En zo'n grafiek heet een hyperbol. Dus je zegt fx is 1 gedeelde x. Dat is een voorbeeld van een hyperbol. En die hyperbol, heren, die heeft twee lijnen waar die een beetje zo naartoe gaat, maar nooit helemaal komt. Als x groot wordt, dan gaat hij een beetje naar de x-as. En als x in de buurt van 0 ligt, dan gaat hij naar de y-as. En de manier waarop je dat opschrijft is als volgt. Je gaat zeggen, van, nou, weet je, stel nou dat x een heel groot getal wordt. X gaat naar oneindig. Dan gaat deze functie naar 0. Hoe weet je dat? Nou ja, als je voor x een steeds groter getal invult, dan wordt het antwoord steeds kleiner en dan nadert het naar 0. Hoe groter ik x maak, hoe dichter dit antwoord naar 0 nadert. Dus in de limiet is het 0. En dat werkt ook met min oneindig. Dus dan doe ik hier plus of min oneindig. Dit betekent dat de horizontale asymptoot, de lijn waar die naartoe gaat, maar niet helemaal komt, is y is 0. En verder, bij x is 0 krijg je iets wat niet mag. Hè? Dat mag niet. En in de buurt van x is 0 explodeert die grafiek. Je deelt door een heel klein getal. Dat betekent dat het antwoord heel groot wordt. En daarom krijg je hier een verticale asymptoot bij x is 0. Er is één uitzondering, mensen. Want het kan ook zijn dat je 0 gedeelde 0 krijgt. En als je 0 gedeelde 0 krijgt, dan krijg je een perforatie. En volgens mij komt dat later in het hoofdstuk. Dus daar gaan we nog wel even naar kijken. Oké. Gebroken functie en asymptoten, ja, daar hebben we het net over gehad. Het vervelende van die asymptoten is dat je soms sommen krijgt waar absolute waardestrepen in staan. Dus daar wil ik graag even een voorbeeldje van geven. Dus we kijken eventjes naar een voorbeeld som 23c, vind ik wel een leuke som. Bij 23c zeggen ze, ik heb een functie hx en die heeft als functievoorschrift bovenin 3x min 8... en onderin x plus 2. En ik wil de asymptote weten van dit ding. Nou, als x is min 2, dan heb ik een situatie gedeeld door 0. En dat mag niet. Dus dat geeft ons hier een verticale asymptoot bij x is min 2. Hè? Want dan krijg je namelijk iets gedeeld door 0. Dan krijg je niet 0 gedeeld door 0. En dat geeft de verticale asymptoot. De horizontale asymptoten vind ik interessant. We hadden gezegd, de horizontale asymptoten krijg je als x heel groot positief wordt of heel groot negatief wordt. Als je afgaat van de oorsprong. En omdat er absolute waardestrepen staan, moet je er twee kanten op doen. Je moet gaan kijken naar de limiet van hx als x naar oneindig gaat. En je moet kijken naar de limiet van hx als x naar min oneindig gaat. Meneer, wat is dan het verschil? Nou, het verschil is dit ding. Weet je nog wat absolute waardestrepen betekent? De definitie was dit. De absolute waarde van a is gelijk aan a als a is groter dan of gelijk aan 0. En is gelijk aan min a als a is kleiner dan 0. Het effect is dat als a negatief is, dat die positief wordt gemaakt. Dus als iemand zegt, wat is de absolute waarde van min 5? Dan zeg je van, oh, dat is 5. Ja? Maar hier staat niet de absolute waarde van 5. Hier staat de absolute waarde van 3x min 8. Wat moet ik nou met de absolute waarde van 3x min 8? Nou, laten we even kijken hoe dat eruit ziet. De absolute waarde van 3x min 8 is gelijk aan 3x min 8 als 3x min 8 groter is of gelijk aan 0. En het is gelijk aan min 3x plus 8 als 3x min 8 kleiner is dan 0. Toch? Mee eens, Marwaan? Duidelijk? Volgens mij weet je niet waar het over gaat.
Ja, maakt niet uit. Maar kijk gewoon even mee, is leuk. Ja, hou een beetje bij de les. Ja. Ja. Oké, goed. Hey, maar wacht eens even. 3x min 8 groter dan 0, dat betekent x is groter dan of gelijk aan 8 derde, toch? En dit geeft x is kleiner dan 8 derde. Als ik je aan het vervelen ben, dan ga je lekker wat voor jezelf doen zonder herrie te maken, oké? Okay? Er zitten hier mensen te kijken misschien wel naar een mooi filmpje. Oké. Okay. Dus, als x naar oneindig gaat, welke van de twee heb ik dan? Heb ik dan die of heb ik dan die? X wordt heel groot. Is hij dan groter dan 8 derde of kleiner dan 8 derde? Kleiner. Groter. X wordt heel groot. 1000 miljoen, 100.000 miljoen. Is het groter dan 8 derde? Ja. Maar dat is toch als... Hoe groot je de limiet maakt, hoe kleiner de uitkomst. Ja, maar ik heb het niet over de uitkomst, ik heb het over de x. Maar hij gaat inderdaad wel ergens naartoe. Dus als x is groter, als x naar een einde gaat, dan moet je die pakken. Dus dan kijk je naar de limiet van x gaat naar oneindig van 3x min 8 gedeeld door x plus 2. En de manier waarop je dit oplost is dat je het alles even deelt door x boven en onder. Dan krijg je nog een keer de limiet. De limiet van x gaat naar oneindig. Dit komt terug in de zesde klas. Van 3 min 8 gedeeld door x en 1 plus 2 gedeeld door x. En dan zeg je van, ja weet je, die 8 gedeeld door x en die 2 gedeeld door x gaan naar 0. Dus mijn antwoord is 3. Dus dat betekent dat ik een horizontale asymptote heb. Y is 3. Ja? Dan denk je, oh, ik ben klaar. Ik heb de horizontale asymptote. Nee, want deze heeft twee horizontale asymptoten. Eentje aan de rechterkant en eentje aan de linkerkant. Waarom is die ene aan de linkerkant dan anders, meneer? Nou, dat komt omdat dit ding anders is als x naar min oneindig gaat. Kijk maar. Als x naar min oneindig gaat, dan is x kleiner dan 8 derde. Dus dan moet je de limiet nemen van x gaat naar oneindig van min 3x plus 8 gedeeld door x plus 2. Dit is hoofdstuk 5 en hou je mond. De limiet van... Oh, naar min oneindig, hè? Ja. X gaat naar min oneindig van... nou, dan delen we weer door die x. Dus dan krijg je hier min 3 plus 8x'te gedeeld door 1 plus 2x'te. En als je dat uitrekent, is het min 3. Dus ik heb nog een horizontale asymptoot. Horizontale asymptoot, y is min 3. Meneer, is het altijd zo dat als de horizontale asymptoot iets is... Is de andere horizontale asymptoot dan met een minteken? Nee, want er had hier ook nog een plus 5 achter kunnen staan. Of was het 5 omhoog gegaan, ja? Dus in het algemeen werkt dit niet. Ook niet als hier iets achter staat of zo. Dus je moet ze allebei apart uitrekenen als je absolute waardestrepen hebt. Oké, helder? Goed, dit is een belangrijk punt. Ik denk dat ik zoiets in het ST ga doen. Oké, machten met negatieve en gebroken exponenten. Oh, dat heb ik net al uitgelegd bij de voorkennis, weet je nog? Ik dacht dat het voorkennis was. Dus dit weet je al, dit heb ik allemaal al gedaan. Formules met machten herleiden. Dat is die stomme regeltjes toepassen. Dus daar horen sommetjes bij. Dat mag je gewoon straks lekker maken. Maar dat heb ik allemaal al uitgelegd. Oké, vergelijkingen met gebroken exponenten. Dat is paragraaf 2, theorie D. Dat is wel nieuw. Dus theorie A, B en C. Voor de mensen die door hebben geskipt naar paragraaf 2. Die heb ik al bij de voorkennis behandeld. Want ik dacht dat het bij de voorkennis hoorde. Dom van mij, maar goed. Dus stel je voor dat je deze vergelijking krijgt. Na de pauze gaan we verder. We sluiten even af. Dag, tot na de pauze. Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Hij kan zien als je het onverschrijft. Meneer Snel, bro, ja, dat is een feit. HBO of universiteit. Meneer Snel, die zorgt dat jij bereikt. Tienen halen, je zal niet gaan vallen. Deze les is gratis, je gaat niet betalen. Om meneer Snel fout niet te haten. Vertel je moeder of vertel je vader. Ja, dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. We'll be right back.